Ik ben Evi. En ik ben Merel. En vandaag gaan we schilderen. En jullie denken vast, waarom hebben jullie zo'n shirtje aan? Nou, die is van onze oma, omdat anders worden onze kleren vies. En dat willen we natuurlijk niet. Gaat er zo'n schilderijtje. Dat is zo'n vierkant. En hij is natuurlijk tof. Nee, is het niet tof. Maar we gaan nu even... we hebben heel veel kleurtjes. Ja. We hebben mooi wit. En we hebben... dit is voor ons turquoise, maar dat is voor jullie een beetje lichtblauw. En we hebben nog donkerblauw. En roze. En nog mooi rood. Oh ja, en geel. En we hebben nog zo'n bak. Hele bak. Dus, ze zijn niet allemaal even vol. Bijvoorbeeld deze is bijna op. En deze is wat meer vol. En deze is helemaal vol, gewoon bijna. Nee, ik vind het... Lammer. We gaan dus eerst... we gaan eerst beginnen met bedenken wat we willen maken. En dan gaan we schetsen. Ja. En dus we gaan even bedenken. Doei. Oké, we weten dus wat we gaan maken. Alleen we gaan nog niet vertellen wat. En nu gaan we even schetsen. Ja. Tot zo. Tot zo. We zijn nu klaar met onze schets. Ik heb dit gemaakt. En ik heb dat ook. En ik heb dat ook gemaakt. Kijk, oh mijn god, is. Ja. Dus nu is het tijd om te gaan schilderen. Ja, ik pas nog één ding vergeten, maar het gaat niet. Nou, tot zo. Tot zo. Nou, ik heb mijn kleurtjes gemaakt. Middels niet aan het staan. Ik heb mijn kleurtjes gemengd. En ik ga nu beginnen met schilderen. Middels nog even de kleurtjes aan het mengen. Dus jullie zien zo wat ik heb geschilderd. Oké, jongens, nu ga ik ook beginnen met kleuren. En meisjes trouwens ook. Dus ik ga nu beginnen met schilderen. En dan laat ik zo het einde resultaat aan jullie zien. Oké, we zijn nu klaar. En we gaan laten zien wat we hebben gemaakt. Kijk, dit is mijn cactus. Ik vind hem zelf heel mooi gelukt. En dit is mijn. En die vond ik ook heel mooi. En jullie mogen zelf bepalen in de comments welke jullie mooier vinden. En geef zeker een duimpje omhoog. Ja, en abonneer ook als je nog meer van zulke video's wilt zien. Nou. Doei! Geen robotie, maar deze zijn echt lekker. Deze moeten jullie allemaal proeven en kopen. Nou. Doei!